als je dus kijkt naar, en dat is de tweede reden waarom ik eigenlijk vind dat de discussie veel te veel gaat over het symptoom. Wilders legt iets bloot, legt iets van spanning in de samenleving, maakt die zichtbaar, maar maakt nog iets heel anders zichtbaar, namelijk het verval van de klassieke politieke partijen. Kijk, Nederland is jarenlang, decennia lang geregeerd door drie stromingen. Liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten. Die hadden in 1986, nog helemaal niet zo lang geleden, 133 zetels met elkaar in de Tweede Kamer. Nu is dat 82 geworden, dat is stap voor stap afgebrokkeld. En ik denk bij komende verkiezingen zou dat wel eens onder de 75 zetels kunnen komen. Dat betekent dat die klassieke partijen gewoon in verval zijn. En de vraag is, wie vult dat vacuüm op? Nou, als je kijkt naar landen als Italië, waar dus het klassieke partijbestel in elkaar is gestort. Dat is opgevuld door Berlusconi, door de Lega Nord. Kijk naar Vlaanderen, daar zie je hetzelfde proces. Dat is opgevuld door Vlaams nationalisme. En ik maak me dus wel zorgen over hoe in Nederland dat bestel zich gaat ontwikkelen. En ik vind dus eerlijk gezegd, al door maar spreken over Wilders, daar ligt een veel groter en dieper probleem achter. Namelijk, hoe gaat het politieke bestel van Nederland zich ontwikkelen? Ik denk dat we nu tekenen zien van een tweedeling. Moeilijk te voorspellen, maar in ieder geval ook voor de partijen die straks oppositie gaan voeren, is het ontzettend belangrijk om die vraag te stellen en niet voortdurend de problemen allemaal aan Wilders toe te schrijven, maar eigenlijk zelf onderzoek te plegen en zich de vraag te stellen, waarom zijn die drie partijen die Nederland zo lang hebben geregeerd, waarom zijn die in de toestand gekomen waar ze nu zijn? En ik denk dat het onomkeerbaar is, die erosie. Die mensen niet meer aanspreken en tegelijkertijd verantwoordelijk worden geacht voor, zoals je het net zelf zei, ongeveer het hele politieke bestaan van de afgelopen 30 jaar. Nou, en daar ook een grote verantwoordelijkheid voor dragen, omdat ze namelijk al door met z'n drieën in een gelijk combinatie daar geregeerd hebben. Nee, maar goed, ik bedoel, dat stort in. En de vraag is dus, een telefoon aan laten staan. En de vraag is, wat komt er voor in de plaats? En je ziet dus een aantal voorbeelden van landen waar dus dat vaker wordt opgevuld. En ik denk dus dat de opkomst van de PVV één voorbeeld daarvan is. 10 jaar geleden LPF. Mm-hmm. Een beetje een herhaling van Zetten wat we meemaken. Toen was het trouwens, kan ik me niet herinneren dat er zo'n ingrijpend debat was of je met de LPF moest gaan regeren of niet. LPF kwam in de regering. En nu is het dus de PVV. Ja. Maar ik vind eerlijk gezegd de vragen die daarachter liggen, die veel ingrijpender zijn dan de vraag met of zonder de PVV.